Goedenavond, welkom bij het nieuwe programma Waar Was U Toen? De komende 8 weken kijk ik in dit programma met een hoofdgast terug op belangrijke gebeurtenissen uit de Nederlandse recente geschiedenis. En ik bespreek de betekenis daarvan voor de Nederlandse samenleving. Het is 4 oktober 1992. Rond de klok van 6:30 s'avonds stort een Boeing van El Al neer op 2 flats in de Bijlmermeer. Er zijn 43 doden en talloze gewonden. Weet u nog waar u was op dat moment? Welkom bij het programma Waar Was U Toen? Mijn gast van vanavond was ten tijde van de Bijlmerramp burgemeester van Amsterdam. En hij gaf wekenlang leiding aan de rampenbestrijding. Letterlijk en figuurlijk stond hij met zijn beide voeten in de modder en in het puin. Hier is hij, Ed van Tijn. Goedenavond, gaat u zitten. Even. Wat doet u op het moment? Bent u nog actief? Althans, niet alleen thuis, maar breder. Ik zit in de Eerste Kamer. Ja. De Raad van Europa en schrijf boeken. Ja, één boek tegelijk. Eén boek tegelijk, ja, maar zeggen heel veel boeken tegelijk. Ja. Dus het gaat. U bent nog maatschappelijk actief. Zeker. Politiek, ja. Goed, we gaan even terug naar die heel dramatische dag, 4 oktober 1992. Ja. Hello, 1932, de clearance Tel Aviv voor Arnhem departure. Hello, 1832, it's cleared for takeoff. We have fire engine number 3. We have fire engine number 3. Hello, 1832, mayday, mayday, we have an emergency. We have a controlling problem. Hij zit dicht, dik, dik in de problemen, nou ook met zijn controls. Ook problemen met zijn controls, check. En we gaan even zitten, breakdown. Ik hoor daar in de flat. Niet echt, ik hoor een knal en ik was het vuur zien. Drie kinderen, 2 meisjes en een jongen. Het is vreselijk, maar niks aan te doen. Sorry, man. Ik loop even verder. Ja. Een drama wat ons in heel het land gisteren in één keer wakker geschud en onthutst heeft. En wat in de loop van de avond al duidelijk werd in zijn betekenis. En nu gaan natuurlijk van hieruit, van ons, ieder uur weer de gedachten uit naar de slachtoffers. Maar ook naar degenen die de slachtoffers stellen. Dat betekent dat we voorzichtig optimistisch kunnen zijn dat het aantal slachtoffers lager zou kunnen zijn dan de gevreesde 250. Het allermoeilijkste moment vond ik hedenmiddag toen ik tussen de reddingsbrigade en de brandweermensen bovenop de puinhoop stond. Als zondag de rouwdienst geweest is, dat er weer iets zou kunnen ontstaan van een
een orde van de dag, maar het zal nooit meer die orde zijn van voor de ramp. We zijn één in ons verdriet, ook al zullen wij ongetwijfeld allemaal op een eigen wijze onze rouw willen beleven. Ik sta hier om u nu uit te nodigen ons te willen volgen in wat misschien wel de zwaarste tocht van ons leven wordt. Ja? Ja. Ja? Ik grijp het iedere keer weer heel erg aan. Je zit weer in de orde van toen en niet de orde van nu. En die was totaal anders dan je nu kunt voorstellen. Ja. Het was een verbijsterende ervaring waarbij je zelf natuurlijk kalm beheerst, rationeel leiding moest geven aan wat er toen moest gebeuren. Je moest alle knoppen omdraaien om te kunnen functioneren. Kan je dan alle knoppen omdraaien als je geconfronteerd wordt met zoveel leed en verdriet? U moest het wel, maar kon u het? Ik kon het, ja. Ja, ik heb het gedaan en 3 weken lang alleen maar leiding gegeven. En ook uiteraard niet in zo'n bunker alleen. Nee, want u zat in de bunker, niet in de Bijlmermeer, maar in de stad. Dat was op zich al heel moeilijk, de avond dat je het hoort. Ja. Je wil er onmiddellijk heen. Dat is je reflex. Ja. En je mag niet. Je kan niet. Je bent ongeveer de enige die niet naar het terrein van de ramp kan. Je moet naar het stadhuis, naar de bunker, naar het beleidscentrum. Ja. Ja. Dus niet rechtsaf, maar linksaf. Linksaf. Ja. En daar zet je 3 weken lang een knop om. Althans, u kon dat, kennelijk. Ik kom dat, ja. Ja. Verbaast u dat? Nou, niet helemaal. Nee. Ik heb in mijn jeugd een hoop ellende meegemaakt. Ja, u heeft 2 keer in Westerbork gezeten. Ja. Voor de mensen die het nog niet weten. Ja. Ik heb dat. Ja, dat is toch een leerschool geweest. Ja. En die ben ik weer binnengestapt. Ja. Weet u nog waar u was? We vragen de mensen, waar was u op het moment dat? Weet u nog waar u was toen u de melding kreeg? Ik weet het precies. Ik zat zoals altijd naar Studio Sport te kijken. Ja, zondagavond. Ja. Zondagavond. Ja. En om 6:30 ging de telefoon. Mijn voorlichtster die zei, er gaat een gerucht dat. En u kunt het niet geloven, denk ik, maar dat woord gerucht, daar klampte ik me aan vast. Ik zei, het is een gerucht. Dus ik ging gewoon verder kijken. Ik belde wel. U ging verder voetballen kijken? Ja. Het is een gerucht. Kan niet waar zijn. Ja. Het is dat. Kan niet waar zijn. Dat is te erg. Te erg, ja. Ja. Ik heb wel mijn chauffeur gebeld. En 3 minuten later kwam er weer een telefoontje dat het gebeurd was. Dan zijn er dus reflexen. Daar hadden we het net over. Ik wil er naartoe. Ja. Of ik moet leiding geven. Of het valt allemaal op me ook. Ik ben burgemeester van Amsterdam. Help, wat moet ik? Ja. Wat gebeurt er in je hoofd? Nou, ik ging onmiddellijk dus linksaf en rechtsaf. Linksaf. Ja. En toen kreeg ik weer een telefoontje. Weer van die medewerkster. Die de ambtelijke leiding had van de rampenbestrijding. En die zei, Ed, je moet een rampenverklaring afleggen. Want de rampenwet moet in werking. Ik zei, hoe doe je dat? Ja. Nou, je moet ja zeggen, dus ik zei ja. Ja. En vanaf dat moment was ik verantwoordelijk. Ja. En op zo'n eerste avond kun jij nog niet eens zoveel doen. Dan moeten de hulpdiensten optreden. Ja. Die waren al na enkele minuten ter plekke. De brand was onvoorstelbaar. U heeft die brand gezien. Het was
om 9:30 s'avonds al geblust. Dat is ongelooflijk snel. Ja, ja, ja. En de chaos was natuurlijk groot. Ja. Iedereen krioelde door elkaar. Hoorde journalisten, cameraploegen, nabestaanden, nieuwsgierige Amsterdammers. Ja, ook natuurlijk. Ja. Ja. Nou, u heeft 3 weken lang heeft u dat proces niet begeleid, maar geleid. Welk beeld is er op uw netvlies blijven hangen nog? Tot nu? Nou, ik heb veel bezoeken ter plaatse gebracht tussen alle vergaderingen door. Het bezoek dat het meeste indruk op mij heeft gemaakt en waar ik nauwelijks over kan praten, is het bezoek aan het identificatiecentrum. En dat gaat je niet in je koude kleren zetten. Blijft dat nog beeld of ja. geur of beeld na, wat is het, 14 jaar? Ja. Dat blijft u bij? Ook de geur, ja. Ja, denk ik dan maar. Dat kun je aan de beelden niet zien, maar de Bijlmerramp had een hele bijzondere geur. Ja. Er zat namelijk parfum in het vliegtuig naast een heleboel andere dingen. En er hing dus brandlucht gemengd met een parfumlucht. En dat vergeet je nooit. Je leven niet. Vergeet je nooit. Die beelden ziet, ruik je het weer. Het was een ramp in Amsterdam, maar eigenlijk een nationale ramp. Ja. Op een gegeven moment zie je ook dat nationale overheden zich ermee gaan bemoeien. Ook omdat er een hele lange nageschiedenis komt. Ja. Nou, we gaan eerst naar de beelden van die nageschiedenis kijken. Vanaf dat moment word ik constant geconfronteerd met klachten waarvan de specialisten zeggen van ja, je hebt wel wat, maar we weten niet waar het vandaan komt. Toen bij mij die kanker geconstateerd is, heb ik tegen mijn vrouw al gezegd van het zal toch niet van de Bijlmer zijn. Wij hebben al die jaren geroepen, help ons, er is iets niet goed, het zit echt niet goed in de Bijlmer meer. Er kunnen belangen zijn om bepaalde stoffen niet op te geven. En dan kunnen het ook gevaarlijke stoffen zijn. Dus het is absoluut, en als er dan ook nog melding binnenkomt, en die is dus binnengekomen via de heer Vergijzel, dat er mogelijk sprake is van malversatie, dan, en u heeft niet alle vrouwbrieven, dan moet het toch een enorme luide bel gaan rinkelen van donders nog aan toe, we moeten die hele tent onderzoeken, alle papiertjes. Ik moet u zeggen dat ik tot nu toe geen enkele reden heb om aan te nemen dat El Al op deze punten gemalverseerd heeft. Het was om 9:30, 10:15 denk ik, dat ik een kist of een cassette richting container gooide waar een collega stond. Die pakte hem op en liet hem meteen weer uit zijn handen vallen, omdat hij nogal zwaar was. Later, zo'n vijf weken later, was er op de tv een bericht dat ze de cockpit voice recorder zochten. De collega's dachten allemaal eigenlijk, hey, dat hebben we in onze handen gehad. We hebben er binnenin gekeken, er hoort normaal een plaat in te zitten, die was eruit en er zat een ronde schijf. En precies zoals die op de tv eigenlijk eruit zag, nou, dat hebben wij gezien en daar hebben wij een melding van gemaakt. Wanneer er zulke grote belangen in het geding zijn, en het gaat hier dus om Boeing als vliegtuigmaatschappij, om El Al, dan is het denk ik bij alles wat er gebeurd is, één ding het allerbelangrijkste. Dat je probeert vast te stellen hoe het in elkaar gezeten heeft. En om die tijd zagen we daar beneden, zagen we een stuk of 10-12 man lopen in lange witte jassen met laarzen en zakpantaris. Er zat een behoorlijke hoeveelheid explosieven aan boord. Cartridges. Er zat gif aan boord. Er zaten gassen aan boord. En El Al dringt er dan op aan om over de uitspraken geen mededeling te doen. Het aantal malen dat de Tweede Kamer onduidelijk, onvolledig, ontijdig of onjuist is geïnformeerd, is naar de mening van de commissie te groot. Dat er telefoongesprekken plaatsvinden tussen tenminste 7 mensen, waarin besloten wordt die cruciale informatie onder de pet te houden. Wij hebben al die jaren klachten gehad en nu eindelijk komt er iets naar boven. Maar waarom zo laat? Ze wisten het toch al lang. Maar ze hebben ons allemaal voor zitten liegen. En dan van 132 is het klaar voor take-off. De
ramp in 92, debat in de Kamer in 99, 7 jaar later. Gezondheidsklachten, spookverhalen, wel of niet waar. Dit is een van de 4, 5 delen van die parlementaire enquête. Daar staat ook richting u dat u zich te weinig vergewist heeft van de vraag of er voor de bevolking gevaarlijke dingen aan boord waren. Of u niet genoeg heeft gecheckt of alle papieren inderdaad de papieren waren, om het zo maar even te zeggen in mijn eigen woorden. Trekt u zich die kritiek aan? Ik trek me alle kritiek aan, of je nou gerechtvaardigd is of niet, want er zijn bepaalde vraagstukken waar ik ook mee rondloop. Ja. Maar die gevaarlijke stoffen, daar spraken de verhalen elkaar tegen, dat hebben we op tafel gehad en hebben we kunnen weerleggen. Maar toen wisten we niet, dat hoorden we pas later, dat de Rijksluchtvaartdienst wist dat er verarmd uranium aan boord was. En dat niet heeft gemeld om geen paniek te veroorzaken. Nou, dat is een kwalijke zaak. Dat hadden wij moeten weten. U had alles moeten weten. We hadden alles en alles moeten weten. Op dat moment, ja. En wij hadden dan die afweging moeten maken. Ja. Nou was verarmd uranium niet gevaarlijk. Nee. Voor de volksgezondheid. En daarom hebben zij gezegd, hebben zij het niet gedaan. Ja. Maar dat is de verantwoordelijkheid van de crisismanager op dat moment. Ja. We zagen net even dat beeld over de black box, om het zo maar even te zeggen. He, dat is dat ding waar altijd naar gezocht wordt meteen als er een vliegtuigramp is. Hij is uiteindelijk niet gevonden. Denkt u dat daar toch andere krachten in het spel zijn geweest? Ik heb nooit een bevestiging kunnen krijgen dat daar bijvoorbeeld de Israëlische geheime dienst achter zat. Ik weet wel dat ik vanaf de eerste dag, op intuïtie, alle medewerking van Israël heb geweigerd. Geweigerd, ja. Omdat u voelde dat dat misschien... Het is een LL vliegtuig. Precies, ja. Die mensen moeten uit de buurt blijven. Ja. Ja. Denkt u dat de Mossad toch die black box linksom of rechtsom in handen heeft gekregen? Ik kan dat niet zeggen omdat ik het niet kan bewijzen. Maar als ze gewild hadden, zouden ze dat natuurlijk gekund hebben in die chaos. En daarmee zegt u dat u het niet uitsluit? Ik kan niks uitsluiten. U sluit het niet uit? Ik kan niks uitsluiten. Nog één vraag. In dit stuk, dit is het eindrapport. Heeft u voor uzelf, los van wat er allemaal geschreven is, een gevoel van hier en hier heb ik een fout gemaakt? Ik heb één fout gemaakt en één controversiële beslissing genomen. Ja. Wat is de fout? De fout was het te hoge aantal in het begin. Aan slachtoffers? Aan slachtoffers. Ja, ja. Wij kregen een plattegrond voorgelegd. 81 appartementen waren getroffen. En door allerlei berekeningen kwamen we op enkele honderden mensen die daar woonden. Er waren bijna 1800 vermisten. Dat getal weten we ook natuurlijk nog uit die avond en die ochtend. Ja. 1800, nee, we hebben dat nooit bekend. Nee, maar het is wel een getal wat gecirculeerd heeft later. Ja. 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 En wij dachten, dit is een gigantische ramp. Ja. En pas later kwam de huidige hoofdcommissaris van Amsterdam, Welte, die zegt, ja, maar die 81 appartementen, daarvan zijn er maar 30 direct getroffen en de rest is uitgebrand. En die mensen hebben kunnen wegkomen. En gelukkig ging het getal toen omlaag en kwamen we uiteindelijk op die 43 geïdentificeerde slachtoffers. Alle slachtoffers zijn geïdentificeerd. Tweede beslissing, dat is ook een controversiële beslissing geweest. Heel erg moeilijk, maar daar heb ik geen spijt van. Is dat we de handmatige berging na één dag hebben stopgezet en groot materieel... Met de graafmachines bent gaan bergen, ja. Een groot materieel hebben ingezet. Want je moet er niet aan denken, dat was ook een dilemma in New York, hè, Ground Zero. Als we op die manier verder waren gegaan, waren we 3, 4, 5 weken bezig geweest. En dat kon niet. En dat kon niet. De gezondheidsredenen, de vermoeidheid van de hulpverleners. Maar vooral ook de uiting, de emotionele ontlading van gevoelens van rouw. Ja. Die per se naar mijn gevoel in het weekend moest kunnen plaatsvinden. Nou, nu u over gevoelens van rouw heeft, gaan kijken naar een moeder van 2 kinderen die toen zijn omgekomen en die nu haar verhaal heeft. Hier is de flat afgehakt. En
De rest is allemaal weg. Alles is ons van de ene op de andere moment afgenomen. Onze kinderen. Ons huis. Ja, eigenlijk zijn we bijna alles kwijt wat we hadden. Wat meest raar is de manier hoe de kinderen omgekomen zijn. Mijn man en ik gingen op bezoek bij iemand. En we zouden, die avond zouden we niet lang blijven. De kinderen waren alleen thuis. Guillermo van 17, bijna 17. Graciela van 14 jaar. En we gingen weg, niet wetende dat we onze kinderen nooit meer zouden zien. En dat doet pijn, dat je weg bent gegaan zonder echt afscheid van je kinderen genomen te hebben. Maar dat kan je ook niet weten. Het is ze overkomen, maar het is ons ook overkomen. Dat wij nu alleen staan zijn, met z'n tweeën. En geen kinderen meer. En dit is Guillermo. Het is een foto van een jaar voordat het gebeurde. Hij was 16, bijna 17. En dit is Graciela, 14 jaar. Ik had schuldgevoelens, omdat ik weg ben gegaan. Samen met Stan. En Guillermo en Graciela hebben achtergelaten. Op het moment dat ze eigenlijk ons het heel hard nodig hadden. En ik was ook boos op God, omdat ik zoiets had van... Mijn kinderen waren zo gelovig. Ze waren echt bezig met het geloof. En we zijn nog niet zondag naar de kerk geweest. Dus ik had zoiets van, waarom heeft God niet opgetreden? Waarom heeft hij die vliegtuig niet... desnoods op die waar de metro voorbij gaat, neer laten komen. Maar... We zijn gelovig en ik weet dat ik ze eens weer zal zien. En elke dag dat voorbij gaat, brengt ons dichter bij hen. Maar van tijd tot tijd heb je wel je downs. Wat ik gemist heb, is de persoonlijke aandacht. Ik bedoel van de mensen die, zoals wij, iemand hebben verloren... Die voelde ons op een gegeven moment eigenlijk in de steek gelaten. Door bijvoorbeeld onze burgervader. Toen was het de heer Van Tijn die burgemeester was. Hij heeft van alles en nog wat geregeld om ja, de dingen te laten lopen. Zo goed mogelijk te laten lopen. Maar hij heeft niet persoonlijk aandacht aan ons besteed. En dat vond ik eigenlijk een kwalijke zaak. We voelden ons eigenlijk in de steek gelaten. En de meeste mensen hebben dat. De meeste mensen die getroffen zijn, die hebben dat. Ja, ja? Komt hard aan. Komt hard aan, denk ik. Ja, ja, ja. Ik heb tal van slachtoffers gesproken, maar niet iedereen. Maar deze mevrouw kent u niet? Nee. Maar. Nee. Nee. Hoe, is zo'n verwijt terecht? Laten we maar zeggen, ja. 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 Maar ja, we hebben... Ik heb heel lang contact gehouden met een paar slachtoffers. Er is ook een persoonlijke band ontstaan. Maar je gaat niet slachtoffers uitnodigen... om met z'n allen een ontvangst te krijgen... zoals op de ambtswoning... Ja. En dat soort dingen. We hebben er wel voor gezorgd dat iedereen geestelijke opvang kreeg. Ja. Ja. U voelde zich wel ook burgervader. Niet alleen de manager die moest zorgen dat alles goed verliep. Maar ook de burgervader over uw Amsterdammers, om het zo maar te zeggen. Ja. En ik ben
in die weken overal geweest. Over tal van slachtoffers gesproken. Maar op een gegeven ogenblik, als het voorbij is, dan begin je weer aan andere dossiers. En dat is een fout die wij allemaal maken. Hoe bedoelt u? Nou, een ramp is op een gegeven moment voor de mensen die die ramp moeten bestrijden over in zekere zin. Nee. Want je kunt niet nog wekenlang op eenzelfde manier die doorgaan. Dus er komen andere dingen langs. Nieuwe dossiers. Nieuwe dossiers. En voor slachtoffers is een ramp nooit voorbij. Ik weet het zelf van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik heb ook in die 3 weken hebben we ook een plan opgesteld voor geestelijke nazorg. En de beste deskundigen die we daarvoor hebben in Nederland uitgenodigd om dat plan te maken. En dat is ook op de rails gezet. Maar op een gegeven ogenblik denk je, nou ja, dat werkt. Ja. Dat werkt. En jaren later, en dat is het probleem, het posttraumatische verwerkingsprobleem. Pas jaren later komt alles boven en daar ben je er niet meer. Nee. En dat is een les die we ons allemaal moeten leren. Ja. Heeft deze ramp u nog op een of andere manier gevormd? Ja, zeker. Hoe? Nou, ik denk dat ik, maar dan spreek ik heel technisch, professioneel, zonder emoties. Ja. Ik ben betrokken bij het opleiden van mensen die zich bezighouden met rampenbestrijding. Ja, ja. De lessen die u heeft geleerd, wilt u doorgeven aan nieuwe generaties? Ja, en dat doe ik vele malen. Ja. Tijd zit erop. Ik hoor het, Joen. Bedankt voor de komst vanavond naar de studio. Dat was Waar was u toen? De eerste aflevering van de serie van 8. Volgende week Annie Brouwer, nu burgemeester van Utrecht. Zij zat in de trein in 1977 in de punt die toen gekaapt werd. Ze mocht wat eerder eruit, want ze was zwaar. Een dramatisch verhaal. Reageren www.waarwasutoen.nl. Volgende week hopen we weer te zijn. Nederland 1, 8:15. Dag.